politiek houdt vast aan koopzondagen per winkelgebied. Bewoners blij met uitstel wegenruit rondom Eindhoven. En Sint en Piet bij basisschool De Zevensprong favoriet. Het plan om ondernemers per winkelgebied te laten beslissen over het aantal koopzondagen blijft staan. Er waren twijfels of het juridisch wel haalbaar is, maar wethouder List zegt dat de gemeentewet het toestaat om het zo te regelen. En ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft er positief over geadviseerd. De Eindhovense gemeenteraad gaat nu met die uitleg akkoord. Met deze uitwerking geeft u wat ons betreft alle ondernemers, groot en klein, de mogelijkheid om democratisch met elkaar vast te stellen hoeveel zondagen ze open willen zijn het komend jaar. En daar was het de Partij van de Arbeid om te doen, dus wij zijn uitermate tevreden over het werk wat het college hier heeft geleverd. Een stap vooruit voor zowel de kleine detailist die gewoon terug kan vallen op de 12 koopzondagen als je dat wil, en een stap voor die detailist die ruimere openingstijden wil. Ruimte, vrijheid en verantwoordelijkheid van het initiatief ligt bij die winkelier. Maar niet alle partijen waren tevreden. Het CDA is principieel tegen de uitbreiding van het aantal koopzondagen. En voor de VVD gaat het eigenlijk nog niet ver genoeg. Zij kijken dan ook nu al uit naar de evaluatie van dit plan in 2015. Dan wordt het moment om te kijken hoe staan we ervoor. En op dat moment gaat de VVD op basis van die inhoud weer de strijd aan. En ik sluit niet uit dat de VVD dan weer zal pleiten voor een volledige vrijgave van de koopzondagen. Maar vooralsnog in ieder geval succes met dit voorstel. Want het plan wordt voor nu in ieder geval gewoon uitgevoerd. En dat betekent dat wethouder List nog een behoorlijke klus staat te wachten. De uitvoering gaat een hele grote klus worden. Maar ook daar hebben we alle vertrouwen in. En de komende dagen zullen we ook alle winkeliers in de stad benaderen middels brief. En we zullen ook via social media aandacht eraan geven, persberichten uitdoen op de winkeliers, ook te attenderen erop dat ze nu de mogelijkheid hebben om zelf een keuze aan te geven. Het nieuwe koopzondagenbeleid gaat in januari in.